Yo mensen van Wesker Games, welkom weer in een nieuwe Kingdom 2 video op Wesker Games. In deze video ga ik jullie weer een aantal nieuwe dingen hiervoor laten zien. Waaronder onze nieuwe poort, een aantal gildes en een dorp dat er weer aan zit te komen. Dat wordt echt super vet, heb ik al gezien op de bouwserver. Ik weet niet of ik kan laten zien op de bouwserver hoe het gaat worden. Misschien dat ik dat aan Kevin kan vragen, want die is online. Kevin. Ondertussen hebben we hier een nieuwe poort gebouwd in Ivar. Want onze oude poort was dat riool. En dat was niet zo leuk. Kan ik in de bouwserver... Ik heb er heel lang niet getypt. Jouw dorp laten zien. Nou, maar dit is dus een nieuwe poort. Twee torens ervoor. Nog een poort hier. Daarboven heb je er ook nog twee. En hier heb je zeg maar... Ja, ik vind het er tof uitzien in principe. Want het is nou open, weet je wel. Dat riool, het zag er dicht uit. Maar het was ook wel open. Maar dit is meer open. Het is duidelijk waar onze poort zit zo. Met deze torens erbij. Ik kan van hier ook net mooi zo de span zien. Oké, nou, we mogen dat dorp daar laten zien. Dus gaan we weer de bouwserver in. Ik doe dat de laatste tijd vaker. Omdat daar, ja, daar is het beter te zien. Met fly en zo. Hoe dingen, ja, gebouwd kunnen worden. Hier zijn we nog aan het bouwen. Want we gaan niet weer veranderen. We gaan nu eindelijk... afmaken waar we aan begonnen waren. Zoals die lager die erachter zitten. Dat moet even snel afgemaakt worden. Maar Laurens heeft examens. Dus dat duurt even helaas. Even kijken. We worden denk ik niet meer aangevallen. Dat hoop ik. Want het zou best wel grappig zijn. En dit is wat ik jullie vandaag wil laten zien, jongens. Dit zijn nou een paar gildes die we hebben gemaakt in Ivar. Daar leg ik zo weer dingen over uit. Want er is in het verleden ook van alles gebeurd met Ivar en gilders. Maar daar ga ik het zo over hebben. Laten we beginnen met deze farmersgilde. De farmersgilde is een gilde die wheat voor de hertogen en spelers verzamelen, waardoor ze weer emeralds uit villagers kunnen halen. En daarmee weer XP barrels kunnen halen en daarmee weer kunnen enchanten. Zoals prot 4 maken, prot 4 repair, etc. We hebben hier ontzettend groot graanveld neergelegd, wordt waarschijnlijk nog wel wat uitgebreider. Een molen erbij, dat vonden we wel tof om te bouwen. Een leuk roleplay stone muurtje eromheen, ziet er ook wel vet uit. Dit ziet er dan wel weer raar uit, dat het stro er aan hangt. Maar daar zou nog iets onder moeten zitten wat tilt als het ware. Hier binnen zit niet veel meer. Wat zit hier allemaal in? Nou, hier zit nog wiet in van wat we hebben gehaald. En wat zit hier? Nou, hier hebben ze het een beetje ingericht. Niet helemaal, maar hier is een trap naar beneden. En hierboven heb je nog een kamer die niet een beetje is ingericht. Er zit ook niet veel in. En dan hebben we hier tegenover de houthakkersschilder liggen. Dat was ook wel al zichtbaar. En ik denk dat hier ook wel het nut, ja, duidelijk van is. Want de houthakkersgilde hakt hout. Dat leek me wel duidelijk. We hebben hier alle soorten hout. We hebben hier ook... En als je doorloopt volgens mij... Ik hoorde iets afvikken, maar dat maakt niet uit. Hebben we hier birch en spruce. En dan missen we er eentje. En dat is jungle. Maar jungle die wil ik niet in gebouwen hebben. Want jungle, het is jungle. Ik kan wel vaak nu jungle zeggen. Maar ik vind dat hout gewoon niet heel mooi. Maar dat kun je veranderen in texture packs en dat heb ik niet gedaan. Maar dit is de houthakkersgilde, jongens. Zit er ook wel, heb ook een tof huis bij gebouwd. Is wel ingericht van binnen. Je hebt hier een soort van balie waar je, ja, kan gaan zitten. We hebben ook al heel veel hout. Het is niet de bedoeling dat spelers van hiervan hier random hout uit gaan halen. Je moet trouwens meer bescherming bij, dat mensen hier niet in kunnen van Malzon of zo. Maar het is niet de bedoeling dat mensen je spullen uit gaan halen. Gebeurt dat wel, dan weet je dat ik je ga bannen. Hier is dus al van alles gedaan. Het gaat super goed met die gildes. En ondertussen wordt hier tegenover, het is een soort van, ja, een driehoek, wordt de stone gilde gemaakt, de smid als het ware. En hier komt een mine in, waarmee we de stone kunnen gaan minen, of kobbel. En dat kun je hierin weer smelten en dan heb je stone en daar worden ook heel veel chests van gemaakt. Kun je hier dus je stone halen. Dus ben je nou met een project bezig in Ivar, zoals een dorp, en je hebt hout nodig en of stone, dan ga je niet naar ons toe, dan ga je eerst hier naartoe. Dat is sowieso je eerste contactpunt waar je heen gaat als je spullen nodig hebt, als het stone of logs is, want... De hertog en koning hebben het hout in ieder geval zelf heel veel nodig. En daarom hebben het heel veel weggegeven. En daarom hebben we zelf ook niks meer. Ja, nu wel, want we hebben van alles weggehaald bij de gildes even. Volgens mij is dat wel gevraagd, want we hebben zelf alles al weggegeven aan iedereen. Dus dat leek me wel... Ja, ik vond wel dat dat mocht. Maar als jij dus met een project bezig bent, ga je hier eerst je spullen halen. Hebben ze dat hier nou niet, dan kun je eventueel naar ons toe komen. Maar ik kan je niet beloven... dat we jullie altijd spullen gaan geven. Want we kunnen wel blijven geven, maar dan hebben we zelf niks meer voor projecten zoals de hoofdstad. Dan hebben we hier een nieuw dorp wat gebouwd wordt. Want zoals jullie weten heb ik laatst een video gemaakt over Ereolstad.
En die lag hier, dat weten jullie ook wel. En daarachter lag nieuw West Ivar, want West Ivar was daarachter weggehaald. Alleen nu is het zo dat de eigenaren van West, die zijn weggeswitcht naar Dok. Ik weet niet of ze online zijn, nee. Maar dat is dus de familie Woutsen, die is weggeswitcht omdat er wat oneenigheden of zo waren. Ik weet niet hoe je dat verwoordt. Dus dat ook dat groepje is met ze mee geswitcht. Nou ja, jammer dan, weet je. Ik zit er niet heel veel mee, weet je. Want ik heb genoeg andere spelers. Ivar is heel actief. En Ereolstad was gewoon vet inactief. Dus die twee hebben we weggehaald. Ereolstad mag opnieuw gebouwd worden door de eigenaren. Maar dan het liefst op oost ergens. En hier wordt nu dus het dorp van Kevin gebouwd. En in principe is het dorp nog niet ver. Ik kan je het wel even laten zien. Zoals je ziet wordt het heel roleplayend gebouwd. Met bomen, graanvelden eromheen. Ik weet niet of ze al een ingang hebben. Want gisteren hadden ze die nog niet. Ik heb ook geen blokken bij. Even kijken. Nou, heel ver is het nog niet zoals je ziet. Maar ik kan het wel even in de bouwserver gaan laten zien. Dus dat gaan we even doen. We gaan disconnecten. Zo, ik heb Kevin even geroepen. Die is nu gejoined. /p-tilisus. Want ik kon het niet vinden. Dus ik heb even de opnames uitgezet en zo. Maar we zijn er. Thanks. Dan gaan we even een ingang. Oh, dan gaan we /m1. Dan gaan we even een ingang zoeken. Maar dit is dus een beetje hoe het dorp eruit komt te zien. Dit ziet er super tof uit al. Even kijken. Laten we hier beginnen. Dit is dus... hoe heet het? Oké, het heeft nog geen naam, maar dit wordt dus de stad zonder naam. Het ziet er super tof uit. Het is allemaal gebouwd door Kevin en door Kamelenmelken. Kamelenmelken is echt een sicke bouwer. Hij heeft de boot van Veritas gebouwd, ben ik vergeten te melden in die video. Die boot komt overigens ook niet van internet. Er is heel veel gezeken dat die boot van internet afkomt. Maar die boot komt echt niet van internet af, jongens. Jullie kunnen zeggen wat jullie willen, maar ik geloof het niet omdat ik bewijs heb van jullie. En jullie moeten mij niks zeggen totdat jullie bewijs hebben, weet je. Want het is gewoon echt niet tof dat jullie zo gaan blamen. Terwijl hij gewoon zijn best heeft gedaan voor die boot. En hij heeft het gewoon legit gebouwd. Maar ja, kom maar met bewijs. Even kijken, ja, dat werkt allemaal niet. Maar dit is dus ja, de stad zonder naam. Hier kun je omhoog. Ik denk dat je hiermee de... Oh, hier kom je een tombe in voor een Relaxtion. Ik ken het niet. Ik zie het nou voor het eerst, jongens. Oh, dit ziet er wel tof uit. Holy shit. Ik dacht even, dat is één gekke trap. Oké, oh, dit ziet er wel echt tof uit eigenlijk. Hier hebben we... Wat? Is dit mijn vader of zo? Rexkius. Holy shit. Oké, dan hebben we hier nog de Rip Ridder 3 Queltidor. En dan hebben we hier nog Rip Taroxian. Oké, allemaal van die gek vette moeilijke namen. Maar we gaan weer naar buiten. Dan gaan we even het hoofdgebouw laten zien, jongens. Dat is echt super groot. Even kijken, hier zo. Kijk, zoals je ziet is dit het hoofdgebouw, jongens. Staat bovenop een berg. En het ziet er zo tof uit. We laten hier bij de ingang beginnen zo. En dan kom je eigenlijk binnen in een soort van, ja, bibliotheek. Ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Een god met boekenkasten. En dan gaan we hier eigenlijk het hoofdgebouw binnen. Ik ben hier zelf nog niet geweest. Ik heb het alleen vanaf de buitenkant gezien. Maar ja, dit ziet er dus wel echt tof uit. Als hier nou nog een leuke vloer in komt en zo. En dit zal allemaal nog wordt ingericht zo. Oh, dit is nog een berg volgens mij. Nog gewoon in een berg gebouwd. Ja, het is dus wel super tof gebouwd, jongens. Het heeft nog geen naam helaas. En dit is dus de muur die jullie net zagen. Volgens mij ziet hij er wel hetzelfde uit als een kingdom. Ja, hij ziet er hetzelfde uit als een kingdom. Maar dit wordt dus ontzettend groot, jongens. Echt ontzettend tof ziet het eruit. Dit wordt ook echt gewoon één middelpunt straks. Veritas wordt nog steeds aangebouwd. Er is nog een dorp dat Menno aan het bouwen is. Trillador, Duxetic, weet ik voor je hem wil kennen met Jordi. En nog een aantal andere. Maar dit was de video van vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van Kingdom 2. Vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan even een blauw duimpje omhoog. Ben je nu niet geabonneerd op Wesker Games? En wil je nou veel meer van Kingdom 2 zien? Of van Ivar? Laat dat dan even achter in de reacties. En dan zeg ik jullie al graag later. Ciao!